hallo tegen de kijkers, mamatje. Hallo. J-School. What's up, J-School? Good morning, my sweet little potatoes. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben ook blij dat ik terug aan het vloggen ben. Dat maakt me altijd vrolijker dan bedvideo's. Ik heb hier mijn mandarijntje. En, oh shit. En bijna een accident. Ik heb hier nog mijn mandarijntje. En ik heb hier nog mijn mandarijntje. Normaal moet ik braambessen eten met bosbessen en twee mandarijntjes. Maar ik hou echt niet van braam en bosbessen. Dus ik eet gewoon altijd drie mandarijnen. Ik kan dat ook combineren met een appel als ik dat wil. Het mag een beetje variëren. Hè? Nu doe ik gewoon drie mandarijntjes. Morgen misschien weer eenmaal iets anders. Wie weet. Ik moet naar de winkel. Ik moet inkopen gaan doen. Voedsel. Amai, dat is gewoon recht in mijn oog. Ik moet gewoon boodschapjes gaan doen. Ik moet van alles hebben in huis voor te eten. Want ik kan anders mijn volgende meal al niet eten. Wat ik ook nog zou moeten doen is een hoesje gaan halen. Een iPhone case. Ik heb dat nog steeds niet. En ik ben een hele dag gewoon gestrest omdat ik bang ben dat dat op de grond gaat vallen. En dat is niet de bedoeling. En eigenlijk zo'n screen protector misschien ook nog wel. Maar goed, ik ben aan het twijfelen waar ik dat zou kunnen gaan halen. En ik was aan het denken, ja, in de Action kunnen dat kopen. Maar ja, dan kunnen gewoon beter niks kopen, want dat gaat waarschijnlijk toch gewoon binnen 3 dagen kapot zijn. Dus ik was een beetje even kijken. En ik eet dan aan de randje eigenlijk altijd in grote stukken. Nooit in van die kleine... Weet je waarom? Omdat ik er 3 moet eten. 3 is veel. En ik heb zoiets van, ik wil dat dat snel op is, dat dat snel in mijn lichaam zit. Dus ik pak meestal gewoon zoiets, een helft. En dan... Als er geen pitten in zitten, maar dat er wel pitten in zitten, ja, dan is dat niet te doen. Volgende week ergens... Moet mij een auto binnen voor onderhoud? Allee, dat is maar 2 uur of zo. Maar ik krijg er wel een vervangwagen mee. Ik heb geen idee wat voor iets. Maar ik had zoiets van... Misschien best toch een vervangwagen vragen. In plaats van dat ik er 2 met mijn vingers zicht te draaien. Dat is ook niet de bedoeling. En dan kan ik me eigenlijk toch nog even verplaatsen. Ook al blijft het in de buurt. Goed. Dit was mijn intro. Lekker lang. Moet kunnen. En even een kleine reminder, mensen. I love you, hè. I love you all, hè. De support die ik krijg van jullie is gigantisch. Er zijn er ook een paar bij, dat zijn van die muggenzifters zijn die daar liggen te eilen de hele dag en zelf niets beter te doen hebben. Zonder zo'n volk zou ik geen reactievideo's kunnen maken. Want op zo'n mensen, schijten wij! Ja! Yeah. Maar voor alle andere mensen die dat super... En echt, ik heb er veel gekregen, so trust me. Die dat super lieve berichten hebben gestuurd. Thank you, Allah. Echt waar. I fucking love you guys. En dat geeft mij nu terug een beetje moed en kracht om gewoon door te zitten en zoiets van I'm gonna own that fucking YouTube channel, hè, zo? Snap je? Nee. Dat was iets te veel. Ik was even naar mijn oma gegaan op bezoek. En mijn broer kwam er al met mijn moedertje. Dus ik kan mama even terugbrengen naar het centrum gebied. En dan ga ik naar de Albertijn. Zeg eens hallo tegen de kijkers, mamatje. Hallo. Vond je het een beetje leuk, de Melly? Ja. Ja? Goed, ik kan even opletten, het is aan het regenen en als ik met mensen samen rijd, heb ik iets meer controle. In de plaats van dat ik alleen rijd in 560 vlam. Dat is ook niet waar trouwens. En ze biedt winkelen. Het is ondertussen 1:30. Ik had 1/2 uur geleden moeten eten. Ik moet nog eerst naar de winkel. Dan moet ik nog eten maken. Dus ja, tegen dat ik eet is het weer 3 uur. En mama is altijd een hele grote fan geweest van Marco Borsato. Dus ik ga je een liedje droppen. En we gaan samen een beetje zingen en dansen. Vandaag is rood. Wat rood hoort te zijn. Nee, mama is een beetje moe is vandaag, hè. Ze biedt lekker eten, hè, schat. Maar er zijn momenten dat wij lekker samen liggen te dansen in de auto. En de volgende keer gaan we dat laten zien. Want wij samen kunnen swingen als een zot. Kunnen wij samen swingen als een zot? Ja. Ah. Oh, het regent zo hard. Kom, schat. Het is regen, hè, dus even snel erdoor, hè. Kom. Voetjes hier. Meer op je beentjes staan. Hup. Zet mij vast. Nee, je zit niet goed. Even afduwen op de grond en een rechter schouder. Ja. Zo, ze. Die ga lekker eten. En ik moet ook dringend gewoon eten. Nu, terug naar de plaats waar ik eigenlijk er juist kwam, want dat was vlak bij de Albertijn. Terug heel die afstand doen, terug 1/2 uur drijven en dan snel naar huis eten gaan maken. Ik hoop dat ik pas rond 3:30 ga eten, dus dat wil zeggen dat ik mijn yoghurt, die ik normaal gezien om 4 uur moet eten, pas ga eten na mijn avondeten. Dat doe ik wanneer dat ik smiddags te laat ben met eten, dus dat het niet allemaal te veel op elkaar zit. Of voor het slapen gaan kan ook. Gijsjes, ik luister tegenwoordig deze leak. I love the song, hè. Ik ga niet te lang kunnen laten luisteren, want ja, dat is copyright muziek. Als dat het nu al niet gaat zijn. Did I really just forget that melody? Na, 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 na.
eens luisteren. Dat noemt La La La. En dan, ja, dat je dat uitspreekt, dat weet ik niet. BBNO, dollarteken en Y2K. Dus Y2K? What? In ieder geval, look it up, hè. En dan komt zo'n stukje niet van Shalala, Shalala, I love it. Zo. Amai, het was kei druk in die winkel. Ik heb niet veel kunnen filmen, want ja, ik heb twee handen vol. Het is dan nog eens keihard aan het regenen met die zakken sleuren. Oh, maar goed, ik heb mijn eten, dat is belangrijk. Ondertussen is het 3 uur en ik moet mijn eten nog gaan maken. Oh, ja. Oké, okay, even de ijskast vullen. Dus ik heb mandarijnen. Oh my god, het is zo vol. Ik kan eerst alles weggooien wat ik niet meer nodig heb, want sommige dingen rotten nu gewoon snel. Dat kan ook weg. Maar ik heb precies een paar appels over het hoofd gezien. Kan gebeuren, weet je. Aardbeidjes. We hebben eitjes. Yes, yes. Een scharrel-ei. Ik heb wel kippen, maar mijn vader eet al de eieren van de kippen. En ik kon er gewoon kopen. Maar ik dat echt wel veel nodig heb. Dus, ja. Soms wil die kipper geen liggen en dan zit ik zonder eieren. Dat ken je. 2, 3. Een kropje sla. Omdat salade gezond is. Mijn yoghurt. Skir merk. Super lekker. Met de vanillesmaak. Dat is leeg. Ik pak trouwens echt te veel zakken mee. Elke keer als ik naar de winkel ga, pak ik een nieuwe zak of twee nieuwe zakken. Terwijl dat er hier zo keiveel liggen. Like, just take them with me. Ja. Broccoli. Kip. Maar dat moet ik eigenlijk even in zilverpapier doen. Inwikkelen en invriezen. Just hetzelfde met deze kipstukjes. 2 komkommers. Oeh, tja. Oh, maar die zijn slap. It's like my ex. Nog een broccoli. En ik zeg expres broccoli. Hè? I know it's broccoli. Hè? Dan walnoten. Dat is de kas hier. Magere melk. Dat is hier. Dat ben ik dus weg. Augurkje. Oh, I gotta love it. Dan heb ik nog Adrelon shampoo. Adrelon conditioner. Deo deodorant. Scheermesjes en nog rijst. En dat was het. Dus ik ga even alles weggooien en even de kip en zo in dingetjes. En dan moet ik dringend mijn eten gaan maken. Ik kon de pot ook al opzetten, maar ik kon al doen. Oké, okay, de ijskast begint hier al te piepen. Mijn pot met water staat op het vuur, dat is voor mijn eitjes in te doen. En ik moet komkommer hebben, ik moet augurken hebben, ik moet salade hebben en ik moet eitjes, komkommer. Maar die appels stinken. Eitjes, komkommer, augurkje, salade. En dat is volgens mij sojasaus. Om alles een beetje smaak te geven in het leven. Sha, 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 sha. La, 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 la. Tot zover, copyright gedeelte. Waarschijnlijk zit er al zo hard over, maar goed. Komkommertjes snijden. Ik begin koken wel te appreciëren, moet ik zeggen. Ik was ervoor niet zo'n fan van, maar het begint te komen. En ik mis nog altijd geen McDonald's trouwens, voor de mensen die het hun eigen afvragen. Het zou wel smaken, daar niet van. Maar ik denk wel dat ik ook gewoon kei mottig ga zijn. Gewoon puur. Omdat ik dat totaal niet meer gewoon ben. Mijn lichaam is dat niet meer gewoon. En ik denk echt dat ik daar mottig van zou worden, ik weet het niet. Ja, ik bespaar tijd met die komkommer te snijden, door dat gewoon allemaal op te stapelen en dan de deur te snijden. Gewoon zo even grote stukken zoeken. En dan hup. En hup. En normaal doe ik ook nog eens hup en hup. Maar vandaag iets grotere stukken. Ik heb het gevoel dat ik iets vergeten ben, maar ik weet niet waar. Maar goed, ik denk dat alles erin zit. Bon appétit! Ik was zojuist wat reacties op de vlog van gisteren aan het lezen. En blijkbaar toen ik aan het koken was en je zag mijn pan met mijn vlees in of mijn kip. Daarnaast lag blijkbaar een Twix. Ik had dat zelf nog niet eens gezien. Ineens zo'n reacties van mensen. Oh my god, is dat uw Twix? Heb jij een Twix gegeten? Mensen, luister het goed. Ik woon niet alleen. Ik had die een Twix zelfs nog niet gezien. Ik vond dat zo raar dat ik dat niet had gezien. In het echt ook gewoon. Dat wil zeggen dat het mij ook geen fuck niet meer interesseert. Just so you know, ik heb geen Twix gegeten. Ik heb nog niks aan chocolade gegeten. Ik heb nog geen snoep gegeten. Ik heb zelfs nog niks anders als water gedronken. Gewoon de laatste maand. En I'm proud of myself. En ook al geloofde God dat niet, ik weet dat ik gelijk heb.
En dat is het belangrijkste. Ik kan mijn eten maken en ik kan daarna in bed liggen. Hopelijk vond je deze een leuke vlog. Zo ja, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe vlog plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Doei!